Twee tv-prominenten, beide verbonden aan op één, hebben vlak voor het weekend in goed bekeken talkshows keiharde kritiek geuit op Frans Timmermans. Met name de vlijmscherpe woorden van Jeroen Pauw zullen hard bij de politicus zijn aangekomen, maar ook Fidan Ekis heeft behoorlijk wat controverse veroorzaakt. Zij speelde het iets meer op de man. Maarten van Rossum, jurylid van Megahit De Slimste Mens, is het met Jeroen eens dat de beoogde voorman van de combinatie GroenLinks-PVDA zich heeft vergalopeerd in het MH17-dossier. Ik vond dat inderdaad een enorme blunder. Dat dalen van dat zuurstofmasker, ja, dat was een blunder eerste klas. Dat had hij nooit moeten doen. Hij vervolgt in zijn podcast, in dat dossier, MH17, heeft Timmermans bepaald niet geschitterd, nee. En veel te lang vastgehouden aan iets waarin hij totaal ongelijk had, begreep ik uit latere analyses van het ongeluk. Podcast-host Tom Jesse vindt de kritiek op Timmermans wel heel stevig. Ik vond toch de aanvallen op hem, ook uit onverwachte hoek. Nou, goed, die ekies, die presentatrice van op 1, daar kun je het wel van verwachten. Die vond hem volgens mij een narcist. Maarten, nee, dat verbaast me helemaal niks. Tom, ze zegt, dat is een narcist, die Timmermans. Maar Pauw is toch redelijk neutraal? Maarten vindt de argumentatie van Fidan niet zo sterk. Het bezwaar van narcisme leek me nou niet zo verschrikkelijk groot. Ik zou graag een lijst hebben van ekies van politici die absoluut geen enkel narcistisch trekje hebben, altijd zichzelf ondergeschikt maken aan het grotere geheel. Kom op. Het is duidelijk wat de ware bedoelingen van Fidan zijn, al dus Maarten. Je begrijpt toch wel dat dit juist omdat Timmermans een serieuze figuur is als leider van die combi, moet het afbranden zo snel mogelijk beginnen. En wat vindt hij van Jeroens kritiek dan? Op dit punt heeft hij groot gelijk.